Goeiedag. Ja, uiterwaarden zijn aan het vollopen. We kunnen het op deze foto mooi zien. Heeft natuurlijk te maken met al dat water wat in Duitsland aanwezig is. Dat wordt nu via de rivieren afgevoerd. Het was een mooie ochtend met veel blauwe lucht op veel plaatsen. Zoals hier in Rotterdam. Wel wat sluierwolken ook die voorbij schoven. Er gaan wat stapelwolkjes ontstaan vanmiddag. En heel misschien komt het ook nog tot een enkel buitje. Mooi fenomeen was er ook deze ochtend te zien bij Noordwijk aan het strand... Een heuse waterhoos, een duidelijk uitgesproken waterhoes, ook mooie slurf zit eraan. Je kan ook heel goed zien hoe het water opgezogen wordt. Prachtig vastgelegd deze foto. Verder allemaal vrij onschuldig. En de komende dagen blijft het weerbeeld rustig. We hebben nog steeds te maken met het lage drukgebied in noorden van Nederland. Dat zorgt voor die westelijke stroming, dat betekent dat die temperatuur niet hoog gaat oplopen, maar dat het weerbeeld op zich prima is. Er zijn af en toe wolkenvelden, er is af en toe ruimte voor de zon en qua neerslag valt het reuze mee. Zo af en toe trekt er eens een buitje over, maar dat is op de meeste plaatsen niet het geval. Het blijft op de meeste plaatsen gewoon droog. Dat geldt voor vanmiddag, dat geldt voor vrijdag en dat geldt eigenlijk ook wel voor het week de zaterdag is de kans op een bui net even iets groter. Zondag is er juist weer wat meer ruimte voor de zon. Ja, een volgend lage drukgebied meldt zich begin volgende week boven de Noordzee. En dat ziet er wat actiever uit allemaal. En dan zijn er wat weermodellen die toch die neerslag wel wat meer dichterbij laten komen. Het zou zomaar kunnen dat er dan begin volgende week wat meer buien gaan vallen. Nou, vanmiddag slechts een enkele buis, zoals gezegd, op de meeste plaatsen droog. Bij temperaturen aan zee zo rond 16 graden, in het binnenland 17, misschien 18 graden. Dat alles bij een matige westenwind. Ja, die temperatuur is natuurlijk wel iets te laag voor deze tijd van het jaar, want je mag toch echt wel zo'n 20-21 graden hebben aan het begin van juni. Nou, daar komen we niet aan en ook morgen zal dat zo zijn. Want morgen gaan we naar zo'n 17-18 graden opnieuw. Nou, heel misschien dat in Limburg op een enkele plek die 20 graden bereikt kan gaan worden. De wind waait ook morgen uit een westelijke richting en het lijkt erop dat als er morgen een bui gaat vallen, dat dat vooral in het noorden van het land is. En dan de dagen erna. Nou, die zien er dan eigenlijk wel hetzelfde uit in het weekend. Zaterdag wolken en zon en misschien een buitje. Zondag hebben we er gewoon een wat grotere zon in gezet. Ik denk dat dat echt een hele mooie dag gaat worden. En begin volgende week, ja, dan moeten we er juist de rekening mee houden... dat het misschien wel eens wat wisselvalliger gaat worden. En die temperatuur, die blijft maar zo rond die 17 graden. Nog een fijne dag.